Als je het een beetje weet, dan is het vrij eenvoudig. Maar je moet wel weten wat de procedures zijn. Dus anders dan gaat het niet lukken. We zijn hier in mijn garage en wat u ziet is een soort 737. Zelfgemaakt? Een zelfgemaakte 737, ja. Hobby? Hobby, ja. Linker bocht, 45 graden. Het is toch vooral veel zoeken op internet, veel lezen. En ja, het is toch een hobby waar je ook niet, zeg maar, daar ga je toch wel heel lang ben je daarmee bezig. Ik bedoel, het is niet iets van 1 jaar of van 2 jaar, daar ben je jaren mee aan het stoeien. En daar zijn we. Olé!